Hi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van glamouristagirl.nl. Het kan zijn dat ik er een beetje soepig uitzie. Ik heb een beetje last van een opkomend griepje. Misschien de verandering van het weer. Het is heel benauwd geweest en vandaag regent het weer en zo. Dus nou ja, misschien een beetje door het najaar. In ieder geval heb ik vandaag voor jullie een video waarin ik deze nieuwe haarborstel ga laten zien. Dit is de Diva Radiant Shine. Die hebben jullie een tijdje geleden al in een unboxing kunnen zien. En dit is een borstel waarmee je volume kunt creëren, ik geloof zelfs ook krullen. Maar wat vooral zorgt voor stijl, glad en pluisvrij haar. En dan zit een macadamiaolie in en volgens mij zit er argonolie in. En het heeft te maken met ionen. Ja, het is een heel ingewikkeld verhaal, dat kan ik ook zo niet navertellen. Maar in ieder geval, het moet dus zorgen. Waar ik hem voor heb, is dus voor glad en pluisvrij haar. Ik heb nog niet echt, of eigenlijk nog helemaal niet geprobeerd, dus dit wordt de eerste keer. Ik heb hem alleen een keertje zonder stroom zo door mijn haar gehaald om te voelen hoe dat het voelde. Het is dus gewoon zo'n borstel, er zitten harde pinnetjes aan. Of ja, ze zijn op zich nog wel, maar ze zijn niet heel zacht. De borstel zelf is 40 mm, volgens mij bestaat er ook eentje van 30, die is dus iets dunner. En verder zit er een heel lang draaibaar snoer aan, dat is altijd wel handig bij apparaten voor je haar. Hier kun je dus aanzetten, hij wordt best wel warm, de borstel. Dus hou er wel even rekening mee dat je bijvoorbeeld een heat protector in je haren doet. En ja, ik had bedacht, ik ga gewoon één kant van mijn haar doen en de andere kant niet. Dan zien jullie hopelijk het verschil. Ik ben zelf heel nieuwsgierig. Het is een dure borstel, want hij kost of 65, 64, 95 of 69, 95. Toch 69, 95. En hij is te koop bij de John Behrens webshop, de John Behrens beauty webshop. Wat heb ik er verder nog over te zeggen? Nee, ik ga het maar gewoon proberen. Oh ja, ik heb verder niks aan mijn haren gedaan. Ik heb ze vanmorgen gewassen. En ik heb het gewoon aan de lucht laten opdrogen. Dus niet gefeut of wat dan ook. Zo krijgen jullie ook een eerlijk beeld. En ja, ik denk dat ik maar gewoon ga beginnen. Ik heb wel een hittebescherming in mijn haar gedaan. En ik heb daarvoor deze gebruikt van Karma. Het Karma Softcare Serum Thermal Heat Protection. Daar heb ik al heel vaak iets over verteld. Want het is echt mijn favoriete serum en product om mijn haren tegen de hitte van stijltangen en warmtetangen, krultangen en dergelijke te beschermen. Nou, borstel mijn haar nog eventjes door. En dan ga ik het voor de helft opsteken. Met een clipje. Nou, zoals ik net al zei, ga ik het aan één kant doen zodat jullie echt goed verschil zien. En ik heb mijn haar dus half opgestoken en dan begin ik dus, ik ga gewoon deze kant doen. En dan borstel ik nog eventjes door. Je kunt trouwens de borstel ook gebruiken ter ondersteuning met het feunen. Misschien doe je het zelf al. Ik feun altijd mijn haar als ik ze echt een model feun. Dan gebruik ik altijd ook zo'n soort borstel, nog iets dikker. Maar niet met stroom of zo. Maar gewoon echt zo'n feunborstel, zo'n ronde. En daar polijst ik als het ware mijn haar mee. Dat kun je dus ook met deze doen. En dan geeft hij ook nog meteen olie en zo eruit. Ik zit nou te kijken. Bij de unboxing vroeg ik me af waar dan die olie uitkomt en hoe dat dan zit. Want dat kan natuurlijk ook weer opgaan. Maar ik zie hier nu binnenin, dat kunnen jullie niet zien. Maar zie ik inderdaad een dingetje zitten waar dus die olie in zit. Dus dan weet ik ook weer waar het uitkomt en dat het niet een of ander marketingpraatje is. Nou, dan pak ik gewoon een pluk. En dan draai ik het zo langzaam door mijn haren. Eigenlijk hetzelfde als dat je haar feunt. Maar dan doe je dat alleen met deze borstel. Dan ga ik natuurlijk de rest van mijn haar ook doen, of in ieder geval deze kant. Tot nu toe, hij glijdt heel fijn door mijn haren, borstel, echt heel fijn. Heel glad en heel zacht voelt het als het ware. Ik denk als je met feunen gebruikt dat je al helemaal een heel mooi effect krijgt.
Ja, ik heb in ieder geval deze kant gedaan. Je ziet wel degelijk verschil. Ik weet niet of het heel goed op camera te zien is, maar deze kant is gewoon gladder, meer gesteld. En je kunt met die borstel ook ideaal zo, als je dat wil natuurlijk, zo de puntjes even naar de binnenkant doen. Of eventueel naar de buitenkant als je dat wil. Dit ziet er net wat slordiger uit. Zorgt hij voor volume? Nou, bij mij zo voor de eerste keer niet. Nou, zit ik er natuurlijk niet helemaal goed voor. En ik heb een klein spiegeltje en ik vind dat staat normaal altijd fijn om mijn haar echt helemaal in model brengen. Ik denk voor volume wel dat je er een föhn bij moet gebruiken. Dat het alleen met deze borstel dat je dat niet krijgt. En of je daar echt krullen mee kunt maken of slagen, dat zal vast ook al. Maar dan moet je het natuurlijk op een andere manier gebruiken als wat ik nu heb gedaan. Voor een glad effect kun je natuurlijk ook een stijltang gebruiken. Naar mijn idee gaat dit wel net iets sneller. Maar ja, dat is maar net waar je voorkeur aan geeft. Ik vind het best wel een dure borstel voor 64 of 69,95. Dus ik vind hem denk ik zo mijn eerste indruk. Ik heb hem nu dus pas voor de eerste keer gebruikt. Vind ik hem niet helemaal het geld waard. Maar goed, het blijft natuurlijk een persoonlijke mening. Nogmaals, hij is fijn in gebruik en zo, maar ik vind hem erg duur. En het was hem dan alweer. Mijn video over de Diva Radiant Shine. Nogmaals. Mocht je interesse hierin hebben, dan kun je hem kopen bij de John Berens, johnberens.com. En dat was hem dan voor vandaag. Ik hoop dat je het leuk vindt. Vergeet deze video niet te liken als je hem leuk vindt. En ik zou het natuurlijk leuk vinden als je abonneert op mijn kanaal. Bedankt daarvoor. Ik wens jullie een hele fijne dag. En ik zie jullie snel weer in de volgende video. Doeg! Nog één dingetje. Mocht je je afvragen waarom ik de doos hiervan niet heb laten zien, dat klopt. De doos die heb ik vrij snel nadat ik deze borstel kreeg. Weggedaan bij het afpapier, dus die heb ik niet meer. Ik ben er gaan zoeken, maar het afpapier is al weg. En helaas kan ik die dus niet laten zien. Dus dan weten jullie waardoor het komt. En verder heb ik niks meer te zeggen. Doei!